Hallo kijkers van Shine Sprite, ook mijn gloednieuwe aflevering van Kirby and the Return to Dreamland. Ja, ik dacht van de vorige aflevering had je goed, waarom nou niet meer? We gaan meteen zo'n bossie doen. Nee, je hebt keuze. Jetting packing. Ja. Ik ben heel flauw, ik neem exact hetzelfde, want deze is te goed. Dus hoe snel hebben we deze boss verslagen? Dat is de grote vraag. Ja. Welkom in ieder geval bij zo'n gloednieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie het een leuke serie vinden. Nog steeds in real life. Ja, deze wordt ook afgemaakt in real life. Ja. Wat een lelijkheid. Ja. Ja, maar dat vind ik niet leuk. Ga naar Milan toe, niet naar mij toe. Maakt niet uit, we rushen er gewoon doorheen. What the fuck. Moeilijk! Hey, daar is de andere vleugel. Goed, dat was wereld 3 van de 5. Nog 2 werelden te gaan. Mm-hmm. Die jetpack power-up is wel echt vet. Ja. En zo broken als maar kan. Ja. Ik denk ook eerlijk gezegd dat als wij die gaan krijgen in een kopieerkamer, dat het een van later is. Ja, waarschijnlijk. Dat die waarschijnlijk 105 kost om die kamer te openen. Oké. Tweede vleugel is af. Ja. En dan moet er nog een zeil, geloof ik. Eén zeil, dan nog één ding, dan is het al klaar. Dan kunnen we naar. De midden van de planeet toe. Welkom terug Kirby, nu de linker vleugel terug is, heeft mijn schip allebei zijn vleugels weer. Nou ja, als je de linker en de rechter hebt, klinkt logisch. Ja, precies. Laatste twee onderdelen, oké. Okay. Blijf je best doen, oké. Okay. Weet je wel wat ik kan doen? Hier. Blijf niks behouden van dit schip. Ja. Het sail en het embleem. Ik weet niet waarom het embleem zo nuttig is, maar oké. Okay. Ja. Nou, we zijn op de overdracht van de game nu, toch? Zo'n beetje, ja. Nog 10 levels te gaan. Nou, volgens mij zijn het er niet 10. Nee? Nee. Maar we zijn niet klaar wanneer het schip klaar is, hè? Want Megalon wil iets doen. Wat zou hij doen? Nou ja, hij wil met het schip ergens naartoe. En dan heb je nog meer levels. Dan heb je waarschijnlijk nog meer levels. Oké. Okay. Maar ja, we gaan eerst in de suikersneeuwberg verder. Dat is niet de suikersneeuwberg. Nee, je had beter kunnen zeggen de poedersuikersneeuwberg. Maar ja, dan is het geen alliteratie. Nee, nee, daar ging je over. Oh. Wil jij een Mac hebben? Dan neem ik deze wel. Oh, dat is goed. Hé, die ken ik ergens van. Oh. Hier. Dan neem ik genoeg met ijs. Ah, kijk eens, daar hebben we onze Mac. Nou ja, als ik zo meteen weer Knuckle Joe ga vinden, pak ik wel Knuckle Joe. Wat ken je nou dan? Omdat ik in iedere Mega Man, iedere Kirby game zit. Ja. Het zou toch bijna verboden moeten worden dit. Ja, oh hier is een blauwe ster, die zag ik wel straks ook. Ja, waarschijnlijk heb ik hier ijs voor nodig, dan hebben we geen ijs. Jammer dan. Nou ja, wacht even.
dat is gewoon heel goed. Nou, dat is niet de moeite waard. Dan gaan we bovenlangs. Ja, als het niet onderst langs kan, gaan we op bovenlangs. Oh, Knuckle Joe. Oké, wacht even. Kom hier, Knuckle Joe. Nee. Waarschijnlijk, ja. Maar ja, vechten is gewoon combo's en uppercuts, zoals dit. Maar kan ik ook... Oh, toe. Zo snel mogelijk weg. Ja. Maar ik heb mijn kanon nog, dus ha. Wee. Wee. Af ons in. Wow. Want Megalo redt ons toch wel. Wow. Ja, ik kan ook het timen, hè, dus... Laat mij je vooral niet tegenhouden. De game speelt zichzelf bijna. Echt waar? Ik heb niks meer te doen. Nee. Ik laat jou maar gewoon even al het zware werk doen. Yep. Waar is speedrunner door de hele game heen? Zo wel, ja. Kom hier. En toen hadden wij weer een mooi zwaardje. Oké. Okay. Oh, dat is lekker leuk. Ja. Hoppatee. Kom maar krachtig. Ja. En we beginnen met de Mac en weinigen met de Mac. Gewoon Megalord die voor ons kon vliegen, maar weet je wat? Hier heb je eten. Hier heb je eten, maar we zijn al volledig HP. Ja. Hier heb je eten. Oké, dank je Megalord. Level 2. Is dat iets? Ja, is ijs. La di da, la di da, la di da. En daar gaat je Mac. Dit is een leuk.
En leg er mijn ijs. Nu ben je gewoon alle Nintendo games bij elkaar. Ja. Ja, dat is niks. Oké, als er niks is, is het niet belangrijk. Dit wel. Je hebt nu een belangrijke taak. Iets in de fik steken, ik weet alleen niet wat. Ja, we zijn te laat, want we hebben geen ding. En dan zie je ook dat hij weer helemaal herstelt. Ja, ik moet hem even weer in de fik steken, hoor, een moment. Nu kunnen we weer. Ja, pijnlijk. Heel pijnlijk. Snel dat kanon. Hoppatee. Oké, kan deze naar beneden. Kunnen we zo meteen weer terug of niet? Zo? Nee, jammer. Anders had ik even gekeken of die enemy nog iets kon geven. Want je zag ook wel, heel veel enemies geef je gewoon nieuwe crap. Ja. Dus het is gewoon kijken van oké, welke dingen heb je nog niet gehad. Oh, dat is gewoon een drukpunt. Dus je vernietigt meteen dat ding en voor de rest kan je niks. Nou, doe jij maar met de schoen, je hebt er misschien meer succes mee. Nou, wat gaan we nu doen met de schoen? Oh ja, je moet dat doen. Naar boven, naar boven, naar boven en dan. Helaas. Helaas. Peanut butter. Oh, de schoen is er nog. Ja, maar je moet precies timen dus. Ik heb wel dan. Ja, nou. Maar ik dacht van, weet je wat, ik kan ook... Je schoot op de pot. Ja, merk het. Dat ik eronder ga staan. En als ik eronder ga staan, dan kan je bij mij springen. Ja. Gaat nog een keer proberen. Oh ja. Oké, ik ga niet meer in de weg staan, dus ga uw gang. Hoppakeetje. Oh,
Oké, wij kunnen weer mooi door. Hoppatee, hoppatee. Was te verwachten. Als je één speelt, dan is het echt super kut als je daar dan naar beneden flikkert. Een button. Wat doet zand? Is zand. Zand doet zand. Nou, bos tijd. Hey, we hebben weer bonkers. Wil je zwaard behouden? Ja. Jordi kan niet mikken. Nu wel. Net is het vroeg. Nou. Het is wel zo, ik moet wel precies staan op deze dingen. Allemaal de muntjes, allemaal de muntjes en sterren en muntjes en sterren. Wat telt daar? Ja. Dat was niet wel. En ik verlies mijn kracht ook niet. Waarschijnlijk om er wel een schild op onze baan. Nee, mogelijk. Oh. Wee! Huppakee, van 28 naar 31 levels. Wat flauw weer. Wat flauw weer. Hé, hey, daar is onze kloof. Nou, wat hebben we in deze kloof? Waarschijnlijk onzin. Ah, een key. Een sleutel. Oh, dat is kut. Je moet parcouren. Ja. Milan, snel parcouren, let's go! Nice. Go, 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 go! Geen kut mee jumpen, hè? Nope. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers.
Goed, nou wat hebben we nu? Ik denk dat hier een ding mag kiezen. Oeh, Ninja. Een shuriken? Ja, dan heb je dus Ninja of je hebt... Oh, yo, Ninja. Vuur. Nee, geen vuur. Oh nee. Wacht, wat doe ik dit? Dat was goed. Ja, nu is je elektriciteit. Dat is normaal. Oh. Dat moet dus heel veel moeilijk op ons geworden. Nee, echt niet. Nee, we hebben een keer weer alle tandwieltjes gevonden. Mm-hmm. Hey, nice. En toen hadden we 33 levens. Nog wat te eten. Ja. De fijnproeverij, dat is mooi voor die fijnproeverij. Wij gaan naar level 3. Oh. Hoi. Oh. Dat werkt dus niet. Dat is niet jammer. Milan draagt me, ik ben lui. Ik draag jou, joh. Volgens mij is het ook... Ja, kan je Kirby Return to Dreamland uitspelen zonder controllers? Ja, je wordt alleen maar gedragen door de anderen. Ja, precies. Dat kan best. Wil je ook een pad? Leven is een beetje zo. Ja. Lang leven kapotte hitboxen. Echt wel. Zijn we een keer niet in dat strandleveltje hebben we nog onder water? Ja. Ja, het is shoots en ladders, dus boven, onder, ja. Boven, onder. Ik had al zoiets door. Oh. Ja, ik krijg je wel hoor, geen probleem. Ja, je moet me dragen, want ik heb niks. Ik heb hier die dat kristal bij me. Toch heb je die zo bijna uitgewerkt, maar...
Nee, stroming is te sterk. Toch wel handig, hè, zo'n Megalore. Zeker. Oh nee, onze grote vrienden weer. Liep. Nou, deze onzin. Dat wordt moeilijk. Dat ga ik dus niet meer doen. Dan gaan we er wel even mooi overheen, hè? Ja, ja. Ook zonder sleutel. Boeie. Ik zou toch bijna zeggen dat dit geen effect zou moeten hebben, toch? Ja. Jij hebt het water, ik doe ijs, jij doet vuur. Timen. Ja. Weet je wat je ook moet doen in je eentje? Nee. De part afsluiten. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Ik doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet even het kanaal van jullie te checken. Die was niet zo goed. Oh, toch wel. Nee, toch niet. Toch wel, toch niet. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.